Dit is Cindy. De afgelopen 30 jaar zijn al haar gewrichten vervangen door titanium. Als kind kreeg zij reuma. Dit was zo agressief dat Cindy op haar 16e zowel links als rechts een heupprothese kreeg. In de 5 jaar daarop vervingen artsen al haar gewrichten. Tot er een levensbedreigende ontsteking in haar linkerschouder verscheen en de prothese eruit moest. Sindsdien slikt ze antibiotica, inmiddels 20 jaar dus. Maar de bacterie blijkt resistent. En naast de pijn van reuma leidt de antibiotica ook tot bijwerkingen. Zij wil veel dingen ondernemen, afspreken met vrienden. Maar van kleine inspanningen moet ze soms 2 dagen bijslapen. En als de bacterie in haar bloedbaan terechtkomt en de andere protheses infecteert, zullen die er ook uit moeten. Dus moet ze van de artsen antibiotica blijven slikken. Het is voor Cindy dus kiezen tussen een dodelijke bloedvergiftiging of niet meer kunnen bewegen. Een behandeling met bacteriofagen lijkt de enige uitweg. Cindy is voor zo'n behandeling aan het sparen, omdat verzekeraars deze niet willen vergoeden. Een behandeling in Leuven kost minimaal 3 ton. In Georgië is het goedkoper. Daar heeft het Eliave Instituut 100 jaar ervaring met het toedienen van bacteriofagen. Hun vagenbank is ook vele malen groter. Omdat dit voor Cindy de enige kans is om van de antibiotica af te komen en langer van de protheses gebruik te blijven maken, zijn wij deze actie begonnen, zodat zij deze behandeling kan betalen en met ons weer snel leuke dingen kan doen. Zoals zelf de trappen van een domme klimmen of met ons naar de rechter gaan.